Mensen, Mike hier, Wild Riders, die met vandaag weer een nieuwe video. Het eerste deel van de live, het tweede deel zijn een hele set games die je gaat zien waarin ik hopelijk mijn nieuwe teams succesvol getest. Maar doe vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Deze video weer de 1000 likes, dan zou ik dat enorm waarderen. Dit neem ik inderdaad net op na de livestream die we deden. Dat zal je waarschijnlijk gezien hebben in de video van gisteren, als ik uiteindelijk besloten heb die te uploaden. Maar we hebben 228.082 coins. Ik heb net wat games gelivestreamd van mijn squad battles van deze keer. Ik heb ze voltooid, ik werd van de service gekeken, je kon het live zien. Weet je ook eens hoe dat was. Gek genoeg krijg ik meer punten op legendarissen voor een 5-4 winst dan voor een 8-1 winst. Maar we zijn hier voor twee dingen. Nieuwe teams bouwen en Wicked League Awards. Nou, we hadden Gold 1 gehaald, had beter gekund en gemoeten. Maar goed, weet je, beter word je met de week, niet met de dag. Ik weet niet waar ik daarmee heen wilde, maar we gaan dus in ieder geval openen. Ik heb geen SBC packs om te doen, maar 278.000 coins zitten nu op. Jumbo Rare Players Pack, 100k packie, laat het goed zijn. Borden, mooi, dat verwacht je op zijn minst. Geen inform, dat is prima. Nederland, CM, Stroopman. Ik weet niet hoe ik tegenover die kaart sta. Hij past in mijn Calcio A team, dat zeker. Een beetje kijken van, wil ik hem, ja of nee? Ederson, hoeveel waarde heeft hij? Ik kan me voorstellen dat hij nog iets van waarde heeft. 10k plus. I will take it. Inpakken en wegwezen ermee. We zetten hem op 13,5. Dat zal het prima zijn. Die werd namelijk net niet gekocht. Stroop. Mijn instinct zegt bewaar die kaart voor een mogelijk SBC. Verder niks bijzonders. Anders is het... Aurier. Yes. Kijk, hier heeft ook nog iets van waarde. Niet gek veel meer zeg. Zo hé. Oké, wat is een bot? 4500, I'll take it. Zet ik mij nog 5500, kunnen mensen bidden. Is dat helemaal prima. Pizarro gaat voor niks, die kan je op open bid halen voor 56. Dan is er gelijk iets verkocht. Dan heb ik hem dus voor te cheap gelist, maar dat is niet erg. Dus iemand anders er blij mee. 13,5 voor Ederson, I will take it. Accepteren hem volledig. Oké, nog een 100k pack. Laat het goed zijn, alsjeblieft. Oké, kom op, borden. Dat is het minste wat je eigenlijk verwacht in een 100k pack. In vorm. Frans, CAM. Hey, het is mijn boy Verkeer. Yes. Hartstikke mooi. I'll take it. Hartstikke mooi. Ik vind hem door Diana een fantastische kaart. 40 weer. Hij heeft gescoord dus straks tegen Lyon. Tegen Everton natuurlijk. Morata heeft zeker weten waarde. We zetten hem voor 20. Ik bedoel, hij wordt voor 19 niet gelijk gekocht. Dus als ik mijne voor 20 list, dan wordt hij wel op bid gekocht. Waarschijnlijk. Toch? Als ik hoeveel waarde heeft Verkeer? Ik verkoop hem gelijk hoor, 100%. Ik weet dat je kan zeggen, maar Mark, hij is ook 84 credit voor een SBC. En hij is in vorm. Kun je misschien nodig hebben. Ja, maar kijk, zeg maar, daar is al een bot van 82,5. Ik list mijne voor 90. En dan vind ik het helemaal prima. Want, denk je, dat zijn gewoon coins die ik echt super kan mee voor 87,5 doen. 37,5. Deze drie guys kunnen nuttig zijn voor SBC's. Hebben ze waarde? Is dan de vraag. Ik denk het niet. Er zijn wel heel veel mensen die super enthousiast zijn over Lopez als keeper. Of hij ook echt goed is, ik heb geen idee. Trouwens, Bonaventura kan best wel eens in mijn team op de plek van Alan. Sterk nog, die kan zeker in mijn team. Hector is super welkom een keer voor Bundesliga team. Dalbert is heel welkom. Omdat hij zeg maar, wat wendbaarder is aan de bal. En dat zal je zo meteen zien waarom dat heel nuttig is. Sommer, hen twee sturen. Ik stuur hen allemaal naar de transferlijst en dan zie ik wel. De rest gaat natuurlijk direct naar de club. Gelijk verkocht. Ik vind het helemaal prima, joh. Ik vind het helemaal prima. Oké, we hebben gelijk in vorm Fekir verkocht voor 87.500. Dat is fucking mooi. Ik ga wat spelers kopen en dan zie ik jullie zo. Alright mensen, en dan is dit hoe nu mijn Premier League team eruit ziet. We hebben Cech net als laatste aankoop gedaan voor 24.500 coins. Hij is veel langer dan Schmeichel. Hij heeft een lange inward trade. Het is de Arsenal keeper. Dus ik dacht, waarom niet? We kopen Herrera met Jager voor 20.000 coins. Nou, zijn gemiddelde buy now lag op 18.500, dus met Jager erop 20 is prima. Als je kijkt naar in-games, ik vind zijn passing op zich al prima. Long passing op 80 is goed. Short passing is 80, vision 84. Dribbling stats, klassal. Stamina 87. Maar shooting kan veel beter en snelheid ook. Dus daarom Jager. Eriksen ook met Jager. Zelfde geval eigenlijk. Geweldige passing stats. Top dribbling stats. 90 stamina. Wat kan beter? Base en shooting. Dus Jager. Misschien overdreven, maar hey, dat is hoe ik het zag. Dus dat is, wordt Premier League team waarde aardig duur of sterker. Maar wel echt dat ik denk,
Dit maakt mijn team veel beter. Mkhitaryan als sentiment, voor degene die het willen weten, is fantastisch. Elke coin waard, 100% mijn mening. En daar sta ik volledig achter. Mijn Calcio A-team heeft ook behoorlijk wat versterkingen. Allereerst op doel, 32.000 coins, Samir Handanovic. Jaar in, jaar uit, een fantastische keeper. Prima deal voor hem, mijn mening. 6 voet 4 lang, ook lange uitworp. Topper. Linksachter, voor 110.000 coins, met schaduw Alexandro. Je zal begrijpen waarom als je de video gisteren hebt gezien, of eergisteren onderhand. Fullbacks staan op balance attack, komen weer naar voren. Dan heb je twee gasten nodig die het echt kunnen. Dan heb je dus inderdaad Alexandro en je hebt Florenzi. 24.000 coins met schaduw. Top aankoop. Absoluut top aankoop. Bonaventura kregen we in de rewards. Vind ik een goede keuze van mezelf. En dan vergeten we nog één man hier neer te zetten. Die gaat namelijk zo op de center mid plek. Marquisio. Voor 44.500 coins. We hebben nog geen cam style op hem. Wat geef ik hem? Ja. Maestro. Overdrijf ik als ik weer jager doe? Of schaduw misschien? Ik denk dat het eerder jager zou zijn. Maar we zetten hem dus op de center mid positie. En dan is dat hoe de teams er nu uitzien. Ik dacht aan een nieuwe spits eerst. Maar Perisic en dan ook nog daarnaast Belotti doen een fantastische job. Dus ik zou niet weten waarom. En dan is dat hoe ik mijn teams hou voor nu. Jullie gaan zo meteen nog heel wat games zien. En dan gaan we deze teams in testen. Alle vertrouwen erin. Maar jullie zien zo meteen hoe deze teams spelen. Dus wat je nu gaat zien zijn 6 games of zo van, ik denk, mijn eerste 10. En dan uiteindelijk zie je in totaal maar 6 games van deze hele Weekend League. De reden daarvoor is ten eerste, ik wil deze video niet al te lang maken. In mijn eerste 10 ging ik 8-2. Maar dat weet je waarschijnlijk wel, want dat doe ik altijd. En vervolgens ging ik 7-3. En daarna laten we het er maar niet meer over hebben. Ik weet niet wat het is waarom ik choke na de eerste 20. Opeens kan ik geen FIFA meer spelen. Ik snap dat niet. Nou, een goed punt om te maken is dat ik door de week niet oefen. Ik heb geen sparringspartners, geen niks. Of in ieder geval niet van een elite minstens niveau, zeg maar. Niet op Xbox. Zeg maar, ik weet dat heel veel kijkers PlayStation spelen. En ook heel wat mensen elite halen. Maar ik heb een Xbox 1 of meerdere sparringspartners nodig. Om door de week een beetje tegen te kunnen oefenen. Want ik oefen gewoon niet door de week online. Ik oefen gewoon niet. Dus ik weet niet of het wel echt werkt. Want het enige wat ik door de week speel is squad battles. Dus dat is misschien een puntje. Maar je ziet een paar games die gaan. Ze gebeuren. Ze beginnen lekker. De eerste 3 games zijn Rage Quits. Kan ik zeggen dat ik daar blij mee ben? Jazeker. Want dat ben ik ook. Het enige wat ik wil zeggen over dit team. Want ik weet dat mensen gevraagd hoe spelen bepaalde spelers. Zeker omdat ik ze gekocht heb. Je kon ze zien en zo. Er zitten geen teleurstellingen bij tot nu toe. Overduidelijk, doordat ik niet al te best presteer, kan het alleen dat sommige spelers slecht of matig lijken. Maar dat vind ik tot nu toe niet het geval. Ik ben nog steeds van mening dat Belotti de beste cheap spits in de game is. Tenzij ik iemand... De pure spits... Oh nee, oké, sorry. Ja, maar Jesus is niet cheap. Dus beste cheap spits in de game, naar mijn mening, Belotti. Die man kan echt elke kans afmaken en die kan presteren in elk team, voor mijn gevoel. Plus, hij is echt gewoon mokerjantje goed. Je kan hem in zoveel teams gooien. Het is echt belachelijk. Maar 2-0 voor. Hij scoort hier een fantastische duikbal. 2-1. Echt, hij pakt de rood. Ja, niet heel handig. Want als je met 10 man speelt, tenzij je heel goed bent, is het dan gewoon eigenlijk ook game over. 3-1. Dus 53e minuut. Hier kom ik weer door. Nou ja, Perisic 1-1 met een keeper. Je weet hoe dat gaat. Maak nog wat meer ruimte. Maak er 4-1 van. Dik prima. Hij heeft 2 schoten, 2 op doel. Hij verliest uiteindelijk 4-1. Gaan we door. Komen we tegen dit team. En dit wordt mijn eerste volledige game van de 4. En dit wordt ook mijn eerste los. Ja, ik heb ook zoiets van... Oh, nou, dat is de harde realiteit. Ik weet niet wat het is. Jullie zien de clips. Ook de build-up bij mijn tegenstanders. Wat ik zowel fout doe. Naast het feit dat ik gewoon nog steeds niet kan verdedigen. En ik net als vorig jaar daar waarschijnlijk gewoon heel lang voor nodig ga hebben. Het is een lastig iets om te zeggen. Nou, er was een vraag van iemand in de comments... Van wat ik ga doen met Scream-spelers. Of ik er 1 of 2 ga halen. De enige die me interesse heeft. En dat heb ik ook in stream gezegd. Is in... Nou, dat is niet in form Scream Perisic. Want dat is een CRM-kaart. Nou, maar switch hem naar spits. Heb je 10 cam Perisic spits. Met ook nog eens een upgrade al erop. En ze gaan hem upgraden door meerdere scary events door het jaar. Dus sowieso deze Halloween dan. De enkele keer dat er een vrijdag de 13 is. Wat 2 keer in het jaar is of zo. Maar ook gewoon überhaupt, ik kan me voorstellen dat er bij Mexicaanse dagen met, als zeg maar, je hebt landen waar ze evenementen hebben met goden of hel gerelateerd. Ik kan me dat soort dingen voorstellen. Maar dit team, hier moest ik tegen spelen. Ik zag die Ferdinand. En die Ferdinand is de naarste kaart om tegen te spelen. Die is zo goed.
Dat is de snelste centerback waar ik ooit tegen gespeeld heb. Het was belachelijk hoe goed hij was. Hij komt ook 1-0 voor. Goede tegenstander, goede speler. Hij pakte rood met Fernand. Je wilt het niet weten hoe blij ik was dat hij die rode kaart pakte. Dat redde mijn wedstrijd. Daarna, het is niet zozeer dat ik tegen 10 man speelde. Nee, het was dat ik tegen een team zonder Ferdinand speelde. Man maakt het verschil. Het is maar net wat je ervan wil maken. Maar Florenzi hierdoor op de rechterkant. Ik ben Sef me ook eens, hè, want ik heb het natuurlijk over gehad. Ik gebruikte die Custom Tactics van Boros. Een paar weken. Dus ik aardig aantal games. Dus de squad battles ook meerekent. Werkte vrij goed. Maar ik ga ze toch aanpassen. Want het werkte niet. Zeg maar, het was niet helemaal mij. If that makes sense. En dat is super logisch met Custom Tactics. Alleen het ding is, ik ben zo snel kritisch op mezelf. Dat ik heel snel zeg van oké, niet goed genoeg. Anders proberen. Daarom switch ik ook zo vaak van formaties. Daarom switch ik zo vaak van alles eigenlijk. Maar ik denk dat je dat misschien wel kan herkennen in jezelf. Misschien ook niet. Maar ik kom hier 1-0 achter. Fantastische tegenstander. Dit is de laatste game van deze aflevering. Dat kun je waarschijnlijk wel raden aan de lengte van de video. Als je op dit punt nog kijkt. Zeker omdat je YouTube de afgelopen tijd een beetje shaky is. Ik waardeer het echt enorm. Als je ook Twitch streams wil kunnen kijken. Link staat in de beschrijving. De vorige stream kan je nog gewoon terugkijken. Alleen als een stream een video wordt, zal je hem niet terug kunnen kijken. Dat is hoe ik het ga proberen te houden de komende tijd. Tenzij ik zo mad word in een stream dat ik het niet wil dat mensen dat terugzien. Maar dat is iets dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. Anyways, we komen 3-1 achter en proberen een beetje terug te komen in de wedstrijd. En we combineren lekker. En dit zijn plays die ik in latere games niet maak. Zeg maar in de... Oh, dit is trouwens echt mijn fout. Dit was volledig mijn fout met die buitenspelval. Maar... Dit zijn plays die je me in latere games niet ziet maken, weet je wel. Die comebacks die ik dan zet, die plays die ik heb, de goals die ik score. Ja, ik weet niet hoe het komt. Hier komt door mijn Perisic. Nou, leid ik bijna balverlies. Perisic houdt balbezit, geeft hem aan Belotti. En zoals ik zei, Belotti mikt elke bal erin. Maar ik mag 3 keer raden wie er in dit shot een corner heeft gehad. Hij was het niet. In ieder geval, hij heeft hier wel de bal met Eriksen. Dan weet je hoe het gaat. Hij geeft hem aan Marquisio. Die geeft hem door op Zaha. Ik heb de bal hier met Rojo. Ik... Paas hem uit. Het is belachelijk door. Maar 5-3. Einde van de game. Einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als het is, doe vooral een duimpje omhoog. Love you man. En ik zie jullie later. Yo.